In het distributiecentrum in Dedemsvaart kunnen nu nog maximaal 6000 artikelen per uur worden verzonden. In het nieuwe distributiecentrum moet dat ruim het dubbele worden, 12000 artikelen per uur. En dat is hard nodig, want Wekamp groeit hard. Zo hard zelfs dat Dedemsvaart te klein is geworden. We zitten daar inmiddels al op zeven locaties, we huren locaties bij. Ja, dat werkt dus niet. Ja, en als je dan naar je toekomst kijkt en, en je wilt die toekomst van je bedrijf stellen, ja, dan moet je dit soort investeringen doen en dan moet je dit soort beslissingen nemen en durven te nemen. Het is voor de toekomst van Wekamp dan misschien beter om naar Zwolle te verhuizen. De geschiedenis van het bedrijf ligt in de gemeente Hardenberg. Ze zien het vertrek van het distributiecentrum dan ook met ledenogen aan. Nou, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Zo'n mooi bedrijf wat in jouw gemeente zit, dat het gaat vertrekken. En dat betreuren wij dan ook. Toch had het ook een stuk slechter af kunnen lopen. Nu houden 200 vaste medewerkers hun baan. Maar Wekamp blijkt serieus overwogen te hebben om het distributiecentrum naar de Randstad te verhuizen. We hebben daar met, met, met gemeenten, we hebben daar met ontwikkelaars gesproken, en we hebben met provincies gesproken en we hebben al die mogelijkheden hebben we serieus, hebben we serieus afgewogen. Dus het was wel echt een, een serieuze optie om bijvoorbeeld naar Utrecht te gaan? Het was een serieuze optie en dat was echt geen optie om alleen maar een beetje onderhandelingsruimte te creëren. Nee, we hebben serieus met die gemeente gesproken. Ja, ik denk dat dat heel realistisch is geweest, maar dat door de samenwerking die we toch hebben gevonden. Met de gemeente Zwolle, maar ook de provincie Overijssel heeft daar een goede rol in vervuld. Dat we er toch met elkaar voor hebben gezorgd dat ze in ieder geval voor de regio Zwolle bewaard zijn gebleven. En sterker nog, dat we denk ik een fantastisch mooi bedrijf binnen die regio-grenzen Zwolle hebben kunnen behouden. Wekamp wil het nieuwe distributiecentrum al in 2015 kunnen openen. Dan moet er 2,5 kilometer aan stellingen staan, moeten er 4 miljoen items liggen en moeten er 196.000 artikelen per dag verstuurd kunnen worden. We zijn trots dat we dit kunnen doen. Slechte economische tijden, we horen het allemaal om ons heen en wij kunnen ons veroorloven om, om deze investering te doen.